Tja, wat ben ik vandaag weer aan het doen? Ik ben vandaag bezig met het maken van een grote opname. Dus mijn camera zit op een hele andere plek. Het is een verschrikkelijke tijdrovende manier van fotograferen. Er gaat zoveel tijd in zitten. In dit beeld ben ik al meer dan 3 maanden bezig. En het vreet echt energie. Dan lukt dit niet, dan lukt dat niet. Ik bedoel, er kan van alles... Kijk, mijn tent waait bijna weg. Ik zit in mijn tent te fotograferen. Dat wou ik eigenlijk aan jullie laten zien. Het zijn koude omstandigheden. Buiten ligt er sneeuw. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En het is hartstikke mooie, koude omstandigheden. Dat is natuurlijk ook iets heel gaafs voor je fotografie. Dat wil je er natuurlijk ook op hebben. Dat maakt die foto net even iets grilliger, net even iets kouder. Maar dat zorgt er ook voor dat je zelf ook in die kou moet gaan zitten. Nou, hoe zit ik er nou vandaag bij? Ja, er moet echt iets gebeurd zijn in mijn jeugd dat ik dit ga doen. Als je even kijkt. Kijk, ik zit dus nu op het moment zit ik dus met mijn benen in een slaapzak, met mijn voeten op het karretje. Want anders ga je echt helemaal vrot van de kou. Niet dat het nu heel erg lekker warm is, maar nu is het nog een beetje uit te houden. Slaapzakje eromheen. En mijn opnames, die lukte van de week elke keer niet. En ja, ik vroeg me echt elke keer af, waarom lukt het nou niet? Want ik moet hem heel zachtjes inflitsen. En toen kreeg ik in één keer een tip. Oh, nou komt er een gaai. Dat is ook wel heel erg gaaf. Kom maar, ga maar zitten. Moet ik even heel zachtjes praten. Toen heb ik van een bedrijf, Profoto, van hun mocht ik een flitser lenen. En ik wist niet eens dat die bestond, Profoto. Maar dat is een waanzinnige flitser, want dat ding dat kan dus gewoon supersnel high-speed flitsen. Dus ook boven je flitssynchronisatie, dus boven een 250ste van een seconde. En daar ben ik zo blij mee met dat ding. Die flitser is ook niet vierkant, die is rond. En ik kan er ook een diffuser op zetten. Moet maar eens googlen, Profoto flitsers. Echt. Ja, het kost wat, maar dan haal je ook wat. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik ben hele mooie beelden aan het maken. Vandaag gaat het echt, heb ik het idee echt lukken. En dan in dit geval is het gewoon heel simpel. Nu heb ik echt alles over voor die foto. Ik zit met bevroren tenen. Maar het maakt mij echt op dit moment niet uit. Mijn teentje waait af en toe half weg. Dan ik even een bakje noedels eten om een beetje warm te blijven. Dus duimen dat het vandaag gaat lukken. Hey, groetjes uit de Biesbosch, groetjes uit de Schuilhut. Later.